We zijn hier vandaag in Sunparkse Mol met de kerstverse nieuwe finalisten van Mr. Gay Belgium 2017. En ik heb hier bij mij Cedric zitten. Dag Cedric. Je mag jezelf kort eens voorstellen. Ik ben Cedric Suutens. Ik ben 18 jaar. Ik ben student haarkapper. En in mijn dagelijks leven ga ik ook nog werken erbij. Als horeca. Bij de horeca werk ik. In een cateringbedrijf en als barman. Goed. Waarom heb jij jezelf ingeschreven voor Mr. Gay Belgium? Ik heb me ingeschreven als ik 2 keer een slachtoffer ben geweest van zinloos geweld. En dat is ook mijn thema voor dit jaar. En hoe ga je dat thema aanpakken? Ik ga contact proberen te leggen met de burgemeester van Antwerpen. Voor daar samen mee te kunnen werken. Voor toch zinloos geweld samen tegen te gaan. En eventueel een Facebook-account aanmaken waar allemaal mensen kunnen sturen voor hoe of wat. Wat er misschien met hun is gebeurd, dat ze zelf niet naar de politie durven te stappen, maar dat ze wel hun verhaal tegen ons kunnen komen doen. Oké. Totaal iets anders. Als je zou moeten kiezen, een brooddoos of zilverpapier, wat zou je dan kiezen? Brooddoos. En waarom? Dat is goed voor het milieu. Oké, goed, simpel. Wat zou je niet kunnen missen in je leven? Een goede gezondheid. Zou ik niet kunnen missen in je leven, want dat is het toch nodig voor voor te kunnen. En dan wist het toch ook iedereen toe. Ja, dat is waar. En dan om af te ronden, wat is jouw levensmotto? Mijn levensmotto is, iedereen moet begrepen worden om wie hem is. Als je je eigen niet moet veranderen, voor iemand anders. Oké, heel mooi. Dankjewel, Cedric.